was zaterdag een drukke boel in het sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp, waar de mensen kwamen kijken voor de start van de Charlton Badminton Eredivisie. Een van de duels die werd gespeeld ging tussen DKC en Van Zuiderveld. De DKC binnen de lijnen Daisy Bommelijn en Mara Kaljau. Namens Van Zuiderveld moesten Mireille van Daal en Michael Spruiten doen. We zijn inmiddels bij een stand van 14 tegen 5. In het voordeel van DKC. Die voorafgaand favoriet waren voor deze gemengd dubbel. Maar Van Zuiderveld liet het daar zeker niet bij. Goed punt van Michael Spruit. Maar het is eigenlijk in de eerste keer veel frustraties. Veel korte punten, weinig lange rallies. Dat maakt het in ieder geval een heel snel duel. Maar wellicht wat minder aantrekkelijk om te zien. Hier een foutje van Mireille van Daal namens Van Zuiderveld. En dat gebeurde eigenlijk vaker in deze wedstrijd. Kleine foutjes aan de kant van Zuiderveld waar DKC het daar iets beter in deed. Van Zuiderveld probeerde het echt wel. Maar het kwam er vandaag in ieder geval niet helemaal goed uit. Zo pakte DKC de eerste game. Daardoor weer lachende gezichten. Dat hadden bij de heren dubbel gebeurde dat ook al. Het gaat hartstikke goed bij de start voor DKC. Van Zuiderveld echt niks terug. Ze doen echt wel wat terug. Hier wordt de 7-12 gemaakt. Maar goed, wel nog in het voordeel van DKC. Zoveel zal dat punt nog uit gaan maken. Maar ze geven niet op. Ze worden wel heftig onder vuur genomen. En dit doet Markoja gewoon verschrikkelijk goed. Daar heeft Mireille van Daal geen antwoord op. En ze worden 13-8 in de tweede game. Zo laat DKC in ieder geval zien dat ze ook dit seizoen weer om de titel gaan strijden. Daar weer een foutje van Mireille van Daal. En daar baalt ze echt van hoor. Hij loopt echt heel balend weg en dat is begrijpelijk. Want dat betekent de 15-8. En daarmee lijkt de wedstrijd wel beslist. Zeker als hier Marakalja nog een punt maakt voor DKC. En dat zullen ze niet meer uit handen gaan geven. Het zijn cadeautjes aan de kant van Mireille van Daal. Hij heeft al meerdere keren de shuttle in de net geslagen. En dat is toch heel zonde. De laag opnieuw kansen. Hier is matchpoint. Mara Kaljau. Wil eigenlijk door het lichaam van Michael Spruit heen zijn. Dat lukte niet. Michael Spruit ging aan de kant. Dat betekent nu wel 21-13. In de tweede beslissende game. In het voordeel van DKC. En dan mag het publiek voor bedankt worden.